praten natuurlijk wel met het grootste talent van Helmond en omstreken op het gebied van stijldansen. Jordan en Sjoerd. Maar ik ben blij met Irene en Anton. Ja, die is erbij. Geweldig. Oh, gelukkig. Ja. Dat je blij bent met ons. Ja, daar ben ik zeker blij. Anton, zeg eens iets. Hallo. Ja, zie je, daar is gewoon, dat is meteen Anton. Nou, de meeste uren hebben jullie wel doorgebracht op Nieuwveld 35, hè? Nou, 55. Toen maar. 55? Meestal een fijne tijd geweest, toch? Ja, zeker. Ja, zeker. En nog steeds. Sjoerd, welke stijl vind jij het fijnste om te dansen? Ja, voor mij ook de slow fox eigenlijk. Slow fox en niet los dansen? Nee. Oké. Okay. Jordan. Ja, ik vind eigenlijk alle dansen heel leuk op een andere manier. Dus... Oké, okay. We gaan meteen terug naar Sjoerd. Sjoerd. Je voeten zijn als het goed is uitgegroeid, hè? Ja, als goed wel, ja. Ja. Hoeveel paar schoenen heb jij? Denk 4 paar schoenen. 4 paar, oké. Okay, onthoud even. Bij de vrouwen is dat vaak 3-voudig of misschien maar meer. Klopt dat, Jordan? Heb jij... Ja. Welke kleur schoenen is jouw favoriet, Jordan? Dan de rode huidskleur. Wel? Ja. Oké. Okay. En die van Sjoerd? Zwart. Ja, dan ga ik daar nog even... Irene, heb jij je dansschoenen nog bewaard? En weet jij dan ook wel waar ze liggen? Ja. Wel? Heb je ze in een kistje gezet? Nee, ik heb ze niet in een kistje gezet. Oh, Anton, heb jij je dansschoenen nog? Van waar je vroeger heel goed op kon dansen? Ja, die zijn zelfs in brons gegoten. Kijk, en die staan ergens... Ja, die staan ergens, dat klopt. Het is toch niet zo dat we ook nog een zoektocht moeten gaan organiseren voor de schoenen van Anton Niers? Ja. Wel? Veel anders, hè? Hey, Anton, stel voor dat je fluorerende schoenen zou moeten aandoen, hè? Is dat dan een voordeel voor de dansers en een nadeel in het eindcijfer? Nou, nee hoor, dat mag voor mij gerust. Ik vind dat geen probleem. Als sporters kom je ook wel eens op de gedachte dat je wil stoppen met de training omdat de training te zwaar is. Is dat bij jou ooit gebeurd, Sjoerd? Nee, nog nooit. Nog nooit. Anton, trainingen zijn te licht. Dat je moe wordt zo, maar wel? Niet dat je wil stoppen. Oké. Okay. En Jordan? Nee, ook niet. Ook niet? Ook nooit langs de kant hebben moeten overgeven omdat de trainingen te zwaar werden? Nee. Oké, okay. Nou, dat is... Ja, dat het zwaar was, maar... Ja. Opgeven. Nou, laat ik het dan anders vragen. Je hebt ook wel eens ooit bij sporters, als je terugkijkt... of zeker in hun carrière, dat ze met de gedachte lopen van... nou stop ik ermee, want al die studie en zwaar en belastend... en gewoon om te stoppen met het tak van sport. Is dat bij jullie ooit in gedachte opgekomen? Bij mij niet, in ieder geval. Sjoerd. Bij mij ook niet. Het is gewoon leuk om bij Anton Reniers dansles te krijgen, toch? Hoi, hoi. Ja. Hoe vind je dat? Ja, dat vind ik leuk. Tuurlijk. Sjoerd, leg mij eens uit hoe die voorbereiding op een wedstrijd eruit ziet. Je gaat er met de auto heen of met het vliegtuig? Ja, van tevoren eigenlijk heel veel trainen om daar naartoe te werken. En dan heel veel finale trainingen. Dat je echt goed op conditie bent en eigenlijk goed kan presteren. Ja, dan ben je op. Een dag voor een wedstrijd dan vliegen we vaak. Ja. Ja, dan doen we niks, eigenlijk een rustdag, zodat de spieren ook rust kunnen hebben. Ja, heel goed. En ook vooral goed eten, ook belangrijk. Ja, dan eigenlijk de dag voor de wedstrijd rust, maar dan zou ik een reisdag, dat voorheen rijden. En dan hebben we het weekend dan vaak de wedstrijden. Ja, en dan ben je op die wedstrijd en dan vroeg ik me af, gaan jullie van tevoren als warming-up hardlopen? Of touwtjes springen? Of wat doe je eigenlijk? Of begin je dan... vooral hardlopen, dat wel? Je warm bent. En eigenlijk rekken en dansen, dat je echt warm bent en goed in vorm bent eigenlijk voor de wedstrijd. Jordan? Ja? Stel, je hebt de warming-up gedaan en je gaat de dansvloer op als eerste. Ja? Welke richting loop je dan op? Loop je dan naar het midden van de zaal, naar de jury... Of naar jouw thuispubliek? Of was er geen bewuste keuze? Dat kan natuurlijk ook. Jawel, er is wel een bewuste keuze. Maar het is meer van waar we moeten beginnen met dansen. Ja. Want we worden dan op de vloer geroepen. Ja. En dan moet
moet je eigenlijk klaar gaan staan. Maar moet je dan in de midden klaar staan of ben je er vrij in? Of mag je naar vlak voor de jury gaan staan? Daar ben je vrij in. Dat ligt zeg maar aan het programma dat je hebt voor die dans. Ja. Kijk, de ene dans beginnen we bijvoorbeeld helemaal aan de linkerkant. De andere dans beginnen we in het midden. Ja. Ja, dat is best wel verschillend. Dat is verschillend per dans? Ja. En dat is ook verschillend bij ieder paar. Of is dat gewoon aan de fantasie die Sjoerd op dat moment heeft? Want die leidt jou dan wel ergens naartoe. Dat jij gewoon volgt. Jawel. Ja, hij leidt mij wel naar die plek toe. Maar het is wel zeg maar de plek die afgesproken is. Ah, oké. Ja. Ja, ik had iets over de wedstrijdspanning en dan niet van Sjoerd en bij Jordan, maar over de wedstrijdspanning van Irene en Anton, als die meegaan kan kijken. Nou, had ik gedacht... We beginnen er hier al twee te lachen. Dus, Nou had ik gedacht, Anton die heeft al zoveel meegemaakt, die weet onderhand wel, die is helemaal niet meer zenuwachtig en wat ook gaat worden, die denkt bij zijn eigen, het is goed. Nou, denk ik niet. Nee. Ben je echt zenuwachtig, Anton, als ze op moeten? Ja, echt wel. Vreselijk. Ja? Ja. Ik denk toch, je hebt zoveel ervaring dat heb je wel... Dat is het nou net, denk ik. Ah, daar zit het hem in natuurlijk. En hoe is het dan bij Irene? Verschrikkelijk. Verschrikkelijk, ja. Samen, een goede band is wel heel erg belangrijk. Wanneer je dan met iemand anders moet dansen, dan ben je weer blij als je met elkaar kan dansen. Stel ik me zo voor. Klopt dat, Jordan? Jazeker. Sjoerd ook? Ja, ook. Ja. Bij welke dans kan je niet meer met iemand anders dansen? Alle dansen. Alle dansen? Ja. Oké. Okay. Irene, dansen is jouw beroep. Ja. Kan het die van Jordan en Sjoerd in de toekomst gaan worden? Ja. Oké. Okay. Heb je er zin in, Jordan? Om dat als je beroep te zien straks? Echt wel. Ja, Anton, ondernemerschap, hè, als het je beroep wordt... dat komt wel in gevaar, denk ik, bij een pandemie. Ja. En terwijl ik me niet kan voorstellen... dat dansschool Reniers uit Helmond zou moeten verdwijnen vanwege de pandemie. Gaat ook niet gebeuren. Dat denk ik zeker wel niet. Nee. Hoe ga je dat in de toekomst managen? Ja, dat wordt toch een kleine groepjes, denk ik. Wel? Het lijkt mij... Ja. En zo gauw als het binnen kan mag, dan gaan we het allemaal weer op pootjes zetten. Want nu mogen we alleen van buiten dansen. Hè? En binnen met mondkapjes? Ja, als dat moet, dan moet dat. Ja, laat het dan maar doen dan. Welke stijldans wordt het meest als lastig ervaren? Ballroom. Wel? Ja. Anton, vind je dat ook? Ja, want je moet van twee mensen één geheel maken. En dat is het grote punt. Ja, dat is lastig. Ja, en je staat heel dicht tegen elkaar aan met je lichaam. Het moet één geheel worden. Ja. Ja, als de ene een beetje een verkeerde beweging maakt, dan heeft het andere probleem. Ja, vaak wel. Ja. Ja, dat is lastig. En dat kun je alleen goed krijgen door veel te trainen, neem ik aan. Ja, door heel veel te trainen. Heel veel te trainen. Normaal gesproken, een danser, je traint een goede dansen tussen de 5 en 6 uur per dag. 5 en 6 uur per dag, ja, dat doen ze. Ja. 5, 6 uur per dag. Ja, ongelooflijk, hè? In welke dans mag je of heb je de meeste vrijheid, Anton? Ja, met Zuid-Amerikaans wel, hè? Met het ballroom niet. Ballroom sta je altijd... Dan moet je elkaar vasthouden bij ballroom. Ja. Welke stijldans is het meest populair bij de jeugd? Stijldans heb ik wel. Latin. Oké. Okay. Ja. Jordan, bij welke dans heb jij het meest gedroomd? Gedroomd? Dat is een lastige, want als ik zeg maar droom over dansen, dan gaat het meestal over wedstrijden en wat er van tevoren gebeurt en daarna. Nou, welke is dan het meest voorkomend? dat we op een belangrijke wedstrijd gaan en dat alles misgaat, zeg maar. Oké. Ja. Ja, en dat gebeurt dan vaak niet in de praktijk? Nee, gelukkig niet. Nee. Of je nou single bent of met partner mee wil dansen op dansles, dat is geen probleem. Irene lost het op. Ja, zo is het. Dus zijn het allemaal solo dansen? Of Zuid-Amerikaanse dansen? Cha-cha-cha, rumba, jive, samba, pasodoble, salsa. Maakt niet uit. Jullie lossen gewoon ieder probleem op als je geen partner hebt. Hoe dan? Zo is het. Ja, we hebben een grote groep solo Latin
hebben we voor allemaal dames, zeg maar, die zonder partner komen. Maar die komen dan bewust zonder partner. En als mensen op dansles willen komen, zeg maar, en ze zijn single en ze willen wel met iemand dansen, dan regelen wij dat gewoon. Ja, nee. En nou zijn jullie ook veel in het buitenland. En ook in Roemenië. Wat leer jij in Roemenië, Sjoerd? Dansen. Ja, dan leer je eigenlijk beter dansen. Ja, maar de beste trainers zitten toch in Nederland, Anton? Ja, dat zou je denken, maar de Russen zijn heel erg in opkomst op dit moment. Komt er een tijd, Irene of Anton, dat er een salto gemaakt gaat worden in stijl dansen? Nou, alleen, hè? Nee. Bij volgens mij en bij Letten moeten altijd minimaal één voet op de vloer staan. Oké. Iedere partner. Ja, aha. Anders stelt het zeg maar als een lift en dan kan je gedisqualificeerd worden op wedstrijden. Jordan, ik hoorde jou. Rechtop lopen is een van de belangrijke dingen in dansen. Noem nog eens een paar andere technische aanwijzingen gewoon die jij vaak hoort. Dat je zelfverzekerd de vloer op moet lopen. Oké. Dat je er altijd echt tip-top uit moet zien. Ja. Niks voorzeggen, Anton, hè? Niks voorzeggen nou, hè? Niet fluisteren. Nee. Ja? Sjoerd, welke aanwijzing krijg jij vaak te horen? Op je tenen lopen? Nee, dat hij meer moet lachen. Meer moet lachen? Betere uitstraling. Oké. Ja, dan zijn de technische dingen al vaak in orde als ze het daarover gaan hebben, of niet? Anton? Ja, inderdaad. Ja. Het zijn een aantal belangrijke dingen die toch voorop moeten staan in het stijldansen. Ja. Wanneer iemand ziek is, hè, gaat de andere dan toch trainen? Ja. Irene, hoeveel jaar gaat Anton nog door om les te geven in de danszaal? Tot hij omvalt. Anton, naar welke accommodatie zou jij graag terug willen? Dat je daar vroeger ooit gedanst hebt en denkt, hé, dat zou ik nog wel een keer terug willen. En waarom? Jeetje, Mina. In Dalfsen. In Dalfsen de sporthal. Ja. Ben ik een aantal keer Nederlands kampioen geworden. Ja. En, samen met Hanny toen op tijd. Ja. Ja, dat zou ik nog best wel een keer over willen doen. Maar dan ook uiteraard met Hanny. Maar niet met iemand anders. Ja, dat kan allemaal in je eigen dromen, kan dat zeker. Dat zou wel van een fantastisch zijn, inderdaad. Is daar ook de mooiste herinnering, Anton? Ja, het zijn eigenlijk de mooiste herinneringen, ja. Oké. En de wereldkampioenschappen, Europese kampioenschappen, dansen en dergelijke, ja, die waren natuurlijk ook heel apart. Ja, zeker waar, heel apart. Wie heeft de mooiste kuiten? Ik. En ik heb de grootste. Ja, oké. Wie danst het liefst op een gladde vloer? Nee, allebei niet, denk ik. Allebei niet? Nee. Oké. Nee, je moet een beetje grip hebben op de vloer. Oké. Irene, een massage of een bubbelbad? Massage. Anton? Bubbelen. En dan gaan we even naar Sjoerd en Jordan. Jordan, ja. Dans je het liefst op ijs of groeien in een boot? dan dans ik wel op ijs. Wel? Eigenlijk wel. En Sjoerd? Ik denk ook op ijs dan. Wel? Ja. Dansen met een beginner of studeren? Sjoerd? Ja? Ja. Jordan? Dansen met een beginner. Oké. Ja. Een eigen wagen of een extra lange vakantie? Een eigen wagen. Ja. Ik ook. Jij ook? Oké, dan gaan we naar Anton en Irene weer. Meedoen aan de Sportradio Sportquiz of een kanotocht? Tuurlijk, meedoen aan de Sportradio Quiz. Ja, je zat erin, heb je het gehoord? Ja. Ja, je bent ook door veel mensen geraden, hoor. Dat is wel grappig. Oh, dat is grappig. Doen we volgend jaar Anton erin zetten. Nee, wie zal het zeggen? Wie zal het zeggen? Hé, hey, stijldansen of losdansen? Stijldansen. Ja. Anton ook? Ja, uiteraard. Oké, dan is het Letten of Bolroom? Voor mij Bolroom. Maar ik vind Letten ook heel erg leuk. Ja? Irene? Daar kan geen keuze tussen maken. Oké, dat is misschien wel het beste antwoord van vanavond. Mag jullie heel veel succes wensen, Jordan en Sjoerd. Maar ook Anton met lesgeven en Irene ook. En nog heel veel dansplezier. En bedankt, heel erg bedankt voor jullie tijd en spontane reacties. Dank je wel. Ja, jij ook bedankt. Jij ook bedankt.